De afgelopen weken ben ik druk bezig geweest met het afslaan van bloeddorstige zombies terwijl ik probeerde te overleven op een tropisch eiland. Je raadt het misschien al, ik heb Dead Island gespeeld. En of ik het tweede deel Riptide een leuke game vond, dat ga ik jou nu vertellen. De game begint met het uitzoeken van een character. Alle personages uit het vorige deel zijn ook weer van de partij en ook zijn er een paar nieuwe gezichten te vinden. Als je de vorige game hebt gespeeld, is er een optie om jouw data van de vorige game over te zetten naar deze game, zodat je in Riptide verder kunt gaan met het uitbouwen van jouw personage. Elk personage heeft zijn eigen skillset en zijn eigen expertise's. Ik heb gekozen voor John omdat hij er het coolst uitziet en omdat ik ervan uitging dat ik heel veel hand-to-hand combat zou gaan hebben. Zodra jij jouw personage hebt gekozen, of ik in mijn geval John, krijg je de mogelijkheid om een aantal punten te verdelen. Ook is er een mogelijkheid om een predefined skill aan te klikken als je daar geen zin in hebt. Ja, over het verhaal van deze game kan ik eigenlijk heel kort zijn. Ik vond het persoonlijk niet zo interessant. Voor de liefhebbers, aan het eind van het vorige deel vlieg je in een helikopter naar een boot. Zodra je aankomt op die boot blijkt eigenlijk dat het daar ook allemaal niet kosher is. En binnen 5 à 10 minuten bevind jij je weer op een eiland overspoeld met zombies. En is het aan jou om een nieuwe poging te doen om wederom te overleven. De gameplay van deze game is eigenlijk dit. Je bent de hele tijd bezig met het aannemen van quests. Vaak zijn dit vervelende kutklusjes. Het gaat gelukkig niet zo ver als met World of Warcraft bij de low level quest dat ze vragen dood 10 varkens. Maar je bent gewoon continu bezig om iedereen maar een soort van te pleasen. Ga daar naartoe en pak die brief. Ga daar naartoe met de auto. Oh, maar er zit nog geen diesel in de auto. Dus ga weer terug naar Peter, want die heeft diesel. En doe dat dan in de auto. En ga dan naar Maria, want die wil ook weer wat van je. En ik snap dat een RPG-element is, dat questen. Maar het wordt op een gegeven moment gewoon heel vervelend. En ik wil gewoon bezig zijn met mijn eigen overlevingsdingen. Ik wil gewoon zelf overleven. Wat ik dus net al zei, je bent een soort van errand boy. En je bent dus van hot naar her aan het rennen op dat eiland. Gelukkig is er wel de mogelijkheid om de auto te pakken, mits er diesel in zit. Of de boot. Maar vooral de besturing van de auto en dan vooral in bochten is gewoon heel houterig. En ook met de speedboat ben je niet altijd even wendbaar. Dus ja, die besturing van de voertuigen laat een beetje te wensen over. Gelukkig zijn de RPG elementen en ook de first person survival dingen, zoals de combat, wel goed uitgewerkt. Bij wapen upgrades moet je denken aan, je vindt een stok en je vindt ook spijkers. Dan sla je de spijkers in de stok en dan heb je een soort van, knuppel met spijkers eraan, waardoor je dus weer meer damage dealt. Wat wel heel belangrijk is aan je wapens, en deze verbeter je bij de workbench, is dat je deze voldoende repareert. Namelijk, iedere keer wanneer jij een zombie mapt, gaat er een deel van de durability van jouw wapen af. En als je op een gegeven moment eigenlijk je wapen geen AP meer heeft, dan doe je ook geen damage meer. Dus het is zaak om vaak naar de workbench te gaan om je wapens weer te repareren, zodat je weer meer damage kan dealen. En niet alleen je wapens zijn uit te bouwen in deze game, ook je eigen personage kun je flink uitbouwen. Er is zelfs een heuse skill tree. In deze skill tree kun je kiezen om een aantal aspecten van jouw personage te verbeteren, namelijk Fury, Combat en Survival. Wat ik misschien nog wel het allerbeste element vind aan deze game is de multiplayer. Die werkt namelijk heel simpel. Stel jij bent bezig met Quest X en iemand is bij jou in de buurt en die is met diezelfde quest bezig, dan krijg je een soort van icoontje in beeld. Druk je op een knop en voor je het weet ben je met z'n tweeën, drieën of zelfs met z'n vieren bij zombies aan het afslachten. Als er dan weer iemand uitgaat, dan blijf je of in je eentje over of met de overige drie. Maar ben je wel gewoon nog steeds met diezelfde quest bezig. Hierdoor ben je dus niet de hele tijd door lobby's en dergelijke aan het heen worstelen. Ja, ik vind het gewoon een hele slimme kijk op hoe multiplayer ook kan werken. Al met al heb ik mij nog best weten te vermaken met Dead Island Riptide. Het is een leuk concept en alles is net goed genoeg uitgewerkt om net niet irritant te worden. Echter werd het backtracken mij te veel en heeft het spelen van Riptide mij doen beseffen dat ik klaar ben met het RPG-genre. Dus als jij altijd al hebt gefantaseerd over hoe jij het zou doen tijdens de zombie-apocalypse en je niet vies bent van een beetje first-person survival-actie gemixt met RPG-elementen en de kleine onvolkomenheden kan negeren, dan is Dead Island Riptide best een leuke game.